Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe video. Ik ben in Bilze, in het huis. Ik ga zo meteen binnen een half uur de akte tekenen van het huis en voor de verkoop. Dus het is de laatste keer dat ik hier ben. Ik heb donderdag ook nog gefilmd toen ik hier was. Dus die beelden zal ik zelfs invoegen. Maar ja, het is raar om hier zo even nog eens te zijn. Ik kom eigenlijk gewoon deze lamp ophalen nog. En die ga ik in mijn auto proberen te krijgen. Zit erin. Het is niet zo gemakkelijk om die erin te krijgen. Maar oké. Ik ga nog snel pipi doen. En dan ga ik vertrekken naar de akte. Dag huis. Snel nog even bij de buren gaan kloppen, maar er was niemand thuis. Dus daar ga ik dan toch nog eens langs gaan, want dat waren hele toffe, lieve buren. Dus ja, dan ga ik toch nog eens even terug naar hier komen om hun nog een goede dag te zeggen. Ondertussen even het adres ingeven van de notaris. En dan ga ik vertrekken. Ik ga nu ook de beelden invoegen die ik donderdag had gefilmd toen ik hier voor het laatst kwam opruimen. Dus die komen nu en dan ga ik jullie terugzien als ik terug ben van notaris. Voilà, het zit erop, hè. The end of an era, of hoe zeggen ze dat? Het einde van het hoofdstuk. Het huis is leeg, allee, niet leeg. Maar alles wat hier staat is al van de nieuwe eigenaars. Ik ga niet te veel filmen natuurlijk. Maar we hebben het net gepoetst. Alle laatste dingen nog leeggemaakt. En ja, it's over, hè. Ik film trouwens op mijn gsm, want ik had mijn camera niet meegenomen. Maar ik ga het niet echt missen. Ik ben blij dat het over is eigenlijk. Maar toch, ik heb hier ook wel goede momenten gehad natuurlijk. Hier was op het laatste mijn lievingske. Heel in het begin was hier onze slaapkamer. En dan hier het bed houden de mensen. Daar was mijn dressing. Daar is nu ook niks meer. Heel gek. Een gek gevoel. Maandag is het voorbij. Tekenen we. En geven we de sleutels af. Ik moet alleen, het enige wat ik nog moet meenemen is deze lamp. De rest is allemaal weg. De badkamer. Ik ga toch wel stiekem een beetje missen, denk ik. Het was natuurlijk wel een heel mooi huis. En ik heb hier wel graag gewoond. Ik heb hier niet lang gewoond. Maar ik heb hier wel graag gewoond. Hier zijn nog een paar spullen. Maar Geert is nog bezig met die op te ruimen. En dan zal het zover als klaar zijn. Koer. Ah, kijk hoe mooi. Dit was wel echt mijn favoriete plaats. Super mooi hier. Oké. Bye bye huis, bye bye Bilze. En ja, op naar een nieuw hoofdstuk, hè. We hebben hier mooie tijden gehad, ook minder mooie tijden natuurlijk. Maar al bij al was het wel oké. En heb ik hier wel uiteindelijk graag gewoond. Ah, oh, dat is zo raar. Dat is echt gek. Echt zo'n
heel tegenstrijdig gevoel, ik weet niet. Ik vind het erg om het huis te moeten verlaten. Maar toch ben ik ook wel blij. Dus ja, oké. Huisje, see you later. Langs de straat of zo, als ik hier eens voorbij rijd. En het gaat je goed. Nieuwe eigenaars ken ik ook. Allee, hem ken ik van vroeger bij de scouts. En die gaan hier sowieso heel gelukkig worden en er iets heel moois van maken. Dus dat is super fijn. Ik ben terug thuis. Het huis is verkocht. En nee, ik ben niet naakt. Ik heb een zo'n BH aan. Het huis is verkocht. Dus weg. Weg, weg. Oh, ik wil hier ergens neerzetten. Want ik ga naar de gym. En ik ga even toosjes smeren. Maar dat lijkt echt precies of ik naakt ben, zo. Naked. But it's not. Ja, het is weg, hè. Hoe gek. En Milky. En Muf. Mufke, dat was uw eerste huis, hè. Het is wel zo... Ja, het is wel echt een dubbel gevoel. Ik kan me echt niet uitleggen. Het is raar. Ja, schat. Het is oké. Het is gewoon zo'n beetje dubbel. Ik ben wel heel blij dat Geert en ik het allemaal goed hebben kunnen afsluiten. Vriendschappelijk hebben kunnen afsluiten. Alles mooi hebben kunnen regelen onderling en geen ruzie hebben gemaakt. In het begin was dat natuurlijk wel even moeilijker. Allee, niet dat we ooit ruzie hebben gehad of zo. Maar ja, Milky... Maar toch, dat is altijd pijnlijk, zo'n break-up. Nee, Milks. Nee. En ja, ik ben wel heel blij dat we dat echt op een hele volwassen manier hebben kunnen doen. En op een, ja... Ja, op een goede volwassen manier gewoon. Daar ben ik echt heel blij om. Ik ga nu fitnessen. Ik wou eigenlijk vieren, want het huis is verkocht. Maar Sam heeft blijkbaar al plannen met iemand anders. Sam gaat iets drinken met een vriend, maar dat stond blijkbaar al vast. Dus ja, dat mag, hè. En ik wou dan eerst naar mijn ouders rijden. Maar ik denk dat mijn mama naar de dokter is en papa alleen thuis is. En als ik weer helemaal naar Beringen moet rijden... Van mij ook weer een half uur onderweg. Dus ik dacht, och, weet je wat? Het leven gaat door. Dan vieren we maar niet. En dan... Het is gewoon voor mezelf. Van binnen weet ik wel zo. Dit is een nieuw begin. Een afgesloten hoofdstuk. Ik heb natuurlijk heel mooie momenten gehad in die 2 jaar. Maar ook minder mooie momenten gehad in die 2 jaar. Maar ja, het is een deel van mijn leven geweest. En dat zal altijd zo blijven. En dat probeer ik nu zo wel wat te denken en alles een beetje te plaatsen. Maar ja, ik ben over het algemeen wel heel blij dat het verkocht is. En de plannen wat de nieuwe eigenaars ermee hebben, zijn echt super. Die gaan het echt zo mooi maken. Ik ben zo jaloers. Maar ik gun het ze zeker. En er zijn ook heel lieve mensen, dus die gaan er echt iets moois van maken. Oké, ik ga misschien best een blouse aandoen. Mijn 2 toosjes eten en snel nog naar de gym. Het is 7:50. Sam moet normaal zelfs terug zijn van de gym. Oh, nu moet je die hier eens zien zitten, alle 3. Ja. Kijk, Milky miauwt de hele tijd. En dan denk ik jullie 2 dat er eten is. Want Milky geeft het signaal. Er is geen eten. Nee. Dat is eten voor mama, niet voor jullie. Kijk, nu denken die dat ik iets heb. Oh, cuties. Oké, ik denk dat deze vlog echt veel gebabbel was en zo. Maar ik wou het gewoon allemaal met jullie delen. Ik ga de vlog wel afsluiten hier. Want ja, ik ga naar de fitness en dan ga ik slapen. Dus ik heb niks meer speciaal te doen. Dit was... Het einde van de journey van het huis in Bilze. Hopelijk vonden jullie het leuk om te zien. Of toch leuk dat ik het heb gedeeld allemaal.
Ja, doe zeker thumbs up voor deze video. Thumbs up als jullie blij zijn dat het huis verkocht is voor mij. En ik zie jullie morgen!